De stadsregio Rotterdam heeft minister Schulz van Hagen van Infrastructuur gevraagd om de openbare aanbesteding van het busvervoer met 2 jaar uit te stellen. De stadsregio zegt te weinig tijd te hebben om al in december van 2011 eventuele nieuwe vervoersbedrijven toe te laten in de regio. De stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht gaat definitief 5 jaar eerder dicht dan de bedoeling was. In eerste instantie zou de stort in 2017 gesloten worden, maar vanwege de protesten in de omgeving is nu gekozen voor 2012. Al vanaf de opening ruzieën de gemeentes Dordrecht, Sliedrecht en de eigenaar over stank, stof en de aard van de aangevoerde stoffen, zoals asbest. GroenLinks in Rotterdam wil een spoeddebat over het afblazen van een windmolenpark voor de kust van de Tweede Maasvlakte. Wethouder Van Huffelen maakte eerder deze week bekend dat het windmolenproject wordt afgeblazen omdat er te veel weerstand tegen zou zijn, onder meer van milieuorganisaties. GroenLinks denkt dat de komst van het park wordt tegengehouden om een derde Maasvlakte mogelijk te maken. Een ambtenaar van de gemeente Rotterdam wordt verdacht van corruptie. Een 57-jarige man zou steekpenningen hebben aangenomen van een projectontwikkelaar en een makelaar. De verdachte was werkzaam bij de afdeling vergunningen van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting in Rotterdam.